Victor, mag ik jou vragen? Ja? Wil je het samen doen met René? Wat zeg maar? Nee, ik ga wel voor jou ook. Hebben we samen 3 minuten dan? Begin maar. Nee, ja, we zijn een samenwerking begonnen. Papa maakt foto's, is fotograaf. En heeft ook heel lang muziek gespeeld. Dus we hebben allebei, ik ben meer ook de geluidskant, zeg maar. Dus we hebben allebei wel iets met geluid. En we zijn samen naar de zee gegaan, waar hij heel veel foto's heeft gemaakt. En daar lieten we ons eigenlijk inspireren door alle ingrediënten die de omgeving aan ons gegeven heeft. En om dat te vatten, hebben we een installatie gemaakt. Het heet Fotomorfose. Waarbij eigenlijk het motto is, the only constant in life is change. Dus alles verandert continu. En er is geen continuïteit. En dat proberen we eigenlijk mee te nemen in dit werk. Waarbij foto's continu in elkaar door evolueren en nooit hetzelfde zijn. En ook mijn geluiden om je heen zich verplaatsen. En ook een soort illusie wekken dat het nooit hetzelfde is. Dus nou, dat is wel heel spannend. En ik hoop dat het een vette ervaring wordt voor mensen. Dankjewel. Ja, ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan hij. Hij heeft het al zo goed verwoord. Ja. Nou, wat ik nog wel kan zeggen is dat het ja, tijdens het maken van het werk, ik heb getracht het allemaal in de camera te maken. Dus er is geen enkel Photoshop aan te pas gekomen. En ja, het is eigenlijk allemaal begonnen met, het is natuurlijk een heel persoonlijk proces, maar het moment dat ik een gezonken speedboot aantrof in de haven van Volendam. En terwijl het heel druk om me heen was met heel veel herrie. En, maar die boot die trok mijn aandacht. En die, dat was voor mij de betekenis van gezonken speedboot. Dus time to slow down. En dat is eigenlijk, daar is het eigenlijk mee begonnen. Met die speedboot die gezonken was. En al dat werk is allemaal heel slow en heel traag. En dat kan je ook zien in de beelden. Die heel traag in elkaar overgaan. Cool. Dankjewel.